ondertussen de Duxie stottert. Proost. Even rondwandelen. Dat is leuk. Oogjes uit. Ik zie op de gang staan. Ben je lekker smaak? Hier lekker. Dat is het lekkerste. Zo jongen. Een hele goede morgen jongens. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Waar zijn de Bellinga's? Familievloggers. En het is vandaag donderdagochtend. We hebben lekker geslapen. Maar de kinderen gaan vandaag weer lekker naar school toe. Luan en Lucilla in ieder geval. Voor Luxie is het vandaag de laatste dag. Die heeft vanaf morgen vrij. Maar Luan en Lucilla gaan weer lekker naar school. En Luxie ook. Lange dag vandaag. En wie zit hier alweer achter de laptop? Dat is onze Luan. Hi. Goedemorgen. Hallo. Kerel. Goedemorgen. Wat ben je aan het doen? Ja, nou, ik zit de gamevideo te editen van gisteren. Dat ben ik aan het doen. Ja, hij had gisteren een vriendje te spelen en toen wilden ze samen een gamevideo maken. Ik zei, nou, doe maar. Dus ze hebben op hun kamer een gamevideo gemaakt. En die was hij vanochtend vroeg, was je hier al volgens mij, hè? Je was er heel vroeg bij. Ja, hij hoort me niet, heeft de oortjes in. Maar hij zei, oh mam, ik vind het leuk om hem zelf te editen. Dus nou, hij kijkt regelmatig mee met het editen van mij, dus hij weet een beetje hoe het gaat. En volgens mij is het wel... Ik zat hier al sinds 6 uur. Sinds 6 uur? Ja. Sinds 6 uur. Had je er zo zin in? Ja. Ja? Nou, leuk. Dan ga ik hem straks eens nakijken. Ja, ik ga voordat hij online gaat, kijken natuurlijk wel de video eerst even na. Maar dat hij hem helemaal zelf edit, dus de stukjes knipt en plakt. En volgens mij zag ik ook dat hij overgangen ertussen heeft gedaan. Die is mooi. Die is mooi. Zo ondernemend. Hij wil echt alles pakken. Dus ja, als jullie die video willen zien, jongens, dan kijk even op het kanaal van Luan. Daar zien we hem vast alweer verschijnen. En de meisjes, die zitten hier alweer lekker aan het ontbijt. Goedemorgen, meiden. Goedemorgen. Oh, dat was broertje Lusjes. Goedemorgen. Lucille heeft trouwens een hele leuk haarband in. Mooi. Ja, liefie. Ik heb een stukje gimmen. Oh, dat is heel goed dat je dat zegt. Wat goed dat je eraan denkt. Ja, we moeten jouw gymtas meenemen. Wij denken helemaal nooit eraan. Heel goed dat je er zelf al aan denkt, hé. Knap. En natuurlijk een keertje heb ik een nieuwe gymtas mee. Nee, dat was maandag, hè. Mama wist niet dat je maandag ook gymmen had. Dus toen had je geen gymkleren mee. Dan moest je met de blote voeten. Ja, hè? Maar natuurlijk, mijn juf zei, mag jij even jou in mijn hand hakken? In je hemd? Oh ja, je ging in je hemd. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar het is wel lekker als je gewoon je eigen sportkleren hebt, hè? Dus nemen we vandaag jouw gymtas mee. Jullie hebben geen gym, hè? Nee. Nou, nemen we jouw gymtas vandaag mee. Nou, en eens even kijken wat papa is. 3 keer raden. Weer in het washok. Ja, goedemorgen. Kijk, daar staat hij. Goedemorgen. Even lekker de was doen. Ik denk dat we een ontwikkelingstraining van Jim Rohn en de was doen. In de zwembroek. Nou jongens, kijk vandaag weer. Ik heb mijn zwembroek aan hoor. Ja, hij staat niet bloot. Kijk weer gezellig met ons mee. We gaan even lekker ontbijten. Breng ik de kids naar school. En dan ga ik nog even lekker trainen. En weer lekker genieten met mama en Lucius. Want jullie hebben een lange schooldag. Nou, en Luan die was vanochtend al net zo vroeg opgestaan als papa. En hij zei, pap, terwijl jij dan de was gaat doen, wil ik mijn gamevideo editen. Nou, maar jongen, is die gelukt? Is die goed gelukt? Ja. Top, man. Ik moet denk ik nog 5 minuutjes en dan ben ik al helemaal weer klaar. Nou, nog even lekker ontbijten. Trots op jou, jongen. Ja. Is het ontbijtje lekker? Ja. Ja? Heb je zin om dan weer naar school te gaan, Luxie? Ja. 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 Lucilla ook. En Luxie heeft vandaag ook een lange dag weer op school, liefie. Dag. Jouw ja, jouw gymtas gaan we vandaag meenemen. Dat is inderdaad heel goed van jou. En wat ga je nog meedoen op school? Nou, de vraag ook weer. Eerst heb ik een peen, dan in de dierentuin. In de dierentuin spelen? Ja, ze heeft in de klas hebben ze een dierentuin nagemaakt, hè? Dan kun je naar de dierentuin in jouw klas. Ja? Tuurlijk, Lot is nu ook weer 4. Is Lot ook weer 4? Ja. Zij is allemaal 4 bij jou in de klas. Maar tuurlijk, eigenlijk is ook weer bijna 4. Ja. Je hebt ook vriendinnetje van de peuterspeelzaal. En die is bijna 4. En die komt dan ook bij jou in de klas. Nina is nu 4.
Is die ook vier? Nou, dat komt ze ook bijna in de klas voor jou. Zo krijg je ook de vriendinnetjes weer terug van je peuterspul. Die is nu vier. Ja, die is vier. Dit komt hier ook bij jou in de klas. Luxie. Welk ritje wil je aan? Ik denk die. Wil jij ook iets vertellen? Dus is ook wat vertellen. Wil je wat vertellen, jongen? Wat wilt hij vertellen? Wat? Ja. Baby, je kekker. Ja. Kekker op de grond. Oh, heeft hij weer op de grond gegooid? Mama, oh, jongen, toch. Hey, ik ben aan de beurt. Ja, ben je ook even aan de beurt, jongen? Heb je je kekker gelaten? Ja. Het ligt op de grond. Even bakken. Ja, dan gaan we wel even bakken. Je kekker. Alsjeblieft. Ja. Ik heb papa even korte broek aan vandaag. Korte broeken wil ik naast gaan. Ach, je optimist zelf is het. Ja. Tuurlijk, dat ik eerst om het biljet heb. Ja. Dat ik eerst net een zin in de billen. Je ging je schudden met de billen op ballet. Ja. Gisteren is ze weer lekker naar ballet geweest. Het was weer heel lang geleden na de coronastop, ja. Hè? Maar mama, ja. Toen ik ging oefenen, ja. Een dansje voor hem. Voor het optreden? Voor het optreden, die ging oefenen. Ja. Maar ik had maar... Oeh, die is wel heel los. Oh, ja. Ja, maar die moet allemaal af. Die gaan we even met de naaimachine vastmaken. Ik had twee foutjes. Heb je twee foutjes? Maar je gaat nog heel veel oefenen. Ze gaan optreden ook weer. De eerste keer. Mama. Ja, liefie? En kijk. Ja. En die ijsje ook. Ja, die broek hadden we die gemaakt met haar filmpje. Ik zou oma wel vragen of ze een naaimachine kan meebrengen. Ja, dat is een goed idee. Ja. Want dat hadden we gemaakt in een filmpje deze. Alleen ja, bij Luxie is het er allemaal al af. En bij Lucilla laten ze ook los. Dat zien ze, hè? Even voor het voor oma. Oma die komt morgen, opa en oma. Dan laten we deze even eraf. Die hadden we zo vastgestreken, maar die vallen er iedere keer af. Dus dan doet oma dan misschien wel even met een naaimachine kansen wel. Ja. We hebben geen naaimachine. Je kan wel naaien met een gat. Maar dat moet je echt even met een naaimachine doen. Dat kan je niet met de hand doen. Mam? Ja. In mijn grote schuur zit heel veel fietsen in. In de grote schuur zijn fietsen. Natuurlijk. Eén achter en twee. En die twee mogen daar haken achter. Dus je kunt met z'n tweeën op een fiets op school, op het schoolplein. Dat is leuk, schatje. Ga je dan vaak voorop of ga je dan vaak achter op de fiets? Soms eigenlijk voor en weer achter. Oh, je gaat allebei, voor en achter. Doe je afwisselen, om de beurten. Okay. En ik mag niet meer met de fiets. Nee, bij Lucilla mag ik niet meer op schoolplein met de fiets, want jij bent een groep drie, hè? Ja. Groep 1 speel je nog meer daarmee. Ja. Als ik binnenkom, dan moet ik handen wassen. En dan moet ik naar mijn plek toe lopen. Dan moet ik lezen. Alleen maar lezen. En lezen, als, ja. En als ik dat niet doe, dan kan ik voor... En dan krijg ik... Dan zegt hij er iets van. Dat zegt hij, ja. Dat is wel lekker als je lekker begint met lezen. Lekker rustig. Ja. Ik kan onzoekjes naar jou op haar buiten bij je. Ja? Nou, natuurlijk. Anders moet je weer binnen toe. En mij moet klappen in mijn handen. Dus de juffrouw gaat klappen in de handen. En dan moet iedereen naar binnen toe. Hoe doet juffrouw dat dan? Dus voor? Nou, heel lang mag ik haar buiten bij je. Ja? En naar onze juffrouw bak. Gaat ze zo klappen? Nee. En dan moet iedereen weer naar binnen toe. Ja. Nee, bij ons gaat de bel. Bij jullie gaat de schoolbel, ja. Bij jullie doet de juffrouw klappen. Zeg ik, kinderen, komen jullie weer naar binnen? Ja, bij groep 2 klappen ze ook. En toen zijn ze ook kinderen gaan. Naar binnen, ja. Bij Lucilla gaat de bel. Mama! Och, keurig. Nou jongen, ben je er klaar mee? Ja. Is het af? Goed zo. We kunnen nog kijken of is het... Oh. Nee, we moeten echt naar school. Doen we lekker naar school. 5:08. Ja, moet even snel je ontbijtje opeten. Je bent zo druk bezig geweest, kerel. Nee. Even snel je ontbijt opeten. En dan naar school. En dan kun je na school kun je nog even kijken hoe die is geworden. Goed. Heel veel plezier op school. En wij zien jullie straks. Ondertussen dat Luan en Lucilla en Luxie lekker op school zijn. Daniel zich weer even vermaakt in de sportschool.
heb ik hier weer onze kleine man in de hangzak zitten. Hij zit nog steeds in zijn sprong, zijn zesde sprong. En dan merk ik gewoon heel erg dat hij nog steeds heel erg aanhankelijk is. En dat hij het liefst gewoon heel dag bij je wilt zijn. En dan in slaap vallen is altijd vrij lastig als hij in zijn sprongetje zit. En dan is dit echt zo'n ideale oplossing, die draagzak. We kunnen eigenlijk niet zonder de draagzak. Daniel heeft gisteren ook nog met hem in de draagzak. Zelfs Luan heeft gisteren nog even met hem in de draagzak rondgelopen. En dat vindt meneertje heerlijk. Dan kan hij lekker rondkijken. Dan is hij toch bij je. Dan heeft hij toch dat momentje, zeg maar. Het draait de dikke andere kant op. Zo schattig. Kijk, dat is schattig dat het gewoon is. Het is ook gewoon heerlijk dat je hem nou gewoon lekker zo bij je kan dragen. En 9 van de 10 keer valt hij daarna ook heerlijk in slaap. En als hij goed in slaap is gevallen, dan kan je hem dus heel zachtjes wegleggen. Vaak leggen we dan in de kinderwagen weg. Want als hij dan weer een beetje wakker wordt en je gaat rijden met de kinderwagen, valt hij dan in de kinderwagen weer verder in slaap. En als ik hem dan in zijn ledikantje leg, dan wordt hij toch weer wakker. En dan kan ik niet rijden, zeg maar, dat hij dan weer in slaap valt. Dus vandaar dat vooral in het sprongetje deze manier hem zijn slaapje laten doen. En ik moet zeggen, dat is heerlijk. Kijk, dat beentje ook. Hè? En nu deed hij het weer niet, maar dan gaat hij zo met dat beentje gaat hij zo. Wat ik heel veel ook heb gedaan met Luan, Lucilla en eigenlijk ook met Luxie, is heel veel liedjes gezongen. En we hebben super lieve boekjes gekregen van lieve kijkers van ons. Deze van, even kijken, ze heeft deze namelijk zelf geschreven, van Karin van Essen. Dus dankjewel Karin voor je superleuke boekjes. Het zijn boekjes waar dus de liedjes in staan, maar waar je dus ook de cd van hebt. Deze is voor Lucie zijn leeftijd en Luxie. En deze is meer voor Luan en Lucilla hun leeftijd. Superleuk ook met een persoonlijk berichtje erin. Heel erg lief. Dus ik dacht, hey, misschien is het nu wel even een leuk momentje om eens even die liedjes op te zetten. Kan ik ze ook een beetje leren? Het zijn voor mij natuurlijk ook nieuwe liedjes. Misschien vindt hij het wel leuk. Dus we gaan eens even het eerste liedje proberen te zingen. Even kijken, dat is deze. Even kijken, deze. Deze. En dat liedje heet Goedemorgen. Goedemorgen, lieve schat. Ben je al wakker? Ben je al klaar voor een nieuwe dag? Mama is blij om je vast te houden, blij dat ze voor jou zorgen mag. Goedemorgen, goedemorgen, lieve kleine zonnestraal. Schijn, goedemorgen, het wordt vandaag weer fijn. Een liedje, hè? Volgens mij vindt hij dit wel leuk, samen zingen. Dat was een mooi liedje. Dat was een mooi liedje. Nou, volgende liedje. Lachdag. Ha, ha, ha. Lachen is zo fijn. Ha, 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 ha. Doe je mee met mij. Ha, 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 ha. Lachen is zo fijn. Je mee met mij. We maken er een lachdag van. Lachen maakt je blij. Dat is mooi, hè? Dat is leuk, hè? Samen zingen. De fiets, de wind door je haar. En hoor je ook de vogeltjes? Wat zingt die raar? Op de fiets, op de fiets. Zie je paardje in de wei. En kijk eens naar de bloemetjes op een rij. Ik vind het zo mooi. Ik vind het zo mooi. Mooie liedjes, hè? De fiets op de fiets. En la la la. Een luier vol. Kom maar gauw bij mij. Ga maar even liggen, maak hem lekker schoon. Dan is het zo weer voorbij. Kijk eens naar je handjes, stel je vingers eens goed. Kijk eens naar je teentjes van je kleine voet. Klap eens in je handjes, je weet wel hoe dat gaat. Wiebel met je teentjes heel goed op de maat. Goed gedaan. Goed gedaan, lieve schat, je bent in kanje. Ik ben zo trots op jou, dat het al goed kan.
Goed gedaan, lieve schat, je bent een kanjer. Je doet heel goed je best en daar hou ik van. Wat ben je knap, wat ben je mooi, wat ben je lief. Wat ben je stoer, wat ben je groot, echte kanjer. Ach, wat schattig, leuk liedje. Goed gedaan, lieve schat, je bent een kanjer. Ik ben zo trots op jou dat jij dat nu kan. Goed gedaan, lieve schat, je bent een kanjer. Je doet heel erg goed je best en daar hou ik van. Je bent slim, wat ben je knap, wat ben je knap. Ben je mooi, wat ben je lief. Wat ben je stoer, wat ben je groot, een echte kanjer. Goed gedaan, lieve schat, je bent een kanjer. Er komt een gaapje. Ondertussen was Lucius lekker in slaap gevallen in de draagzak en heb ik hem even lekker weggelegd. En kan ik even deze leuke gamevideo van Luan nakijken? Editen heeft hij dus zelf gedaan wat jullie vanochtend hebben gezien. Maar uiteraard voordat wij iets online zetten, kijk ik het zelf altijd eventjes na. Dan moet ik zeggen dat ik het wel heel leuk vind om te zien hoe Luan zijn interesse hierin is, zeg maar. Hij kwam een paar dagen geleden thuis. Oh man, mag vriendje blijven spelen? En dan, ja, is goed hoor, prima. Oh, mocht dan spelen? Ja, is goed hoor. Mogen we dan ook samen gamen? Ja hoor, prima. Mogen we dan samen ook een gamevideo opnemen? Een gamevideo opnemen? Ja, dat is leuk. Hij krijgt echt... Ja, hij is natuurlijk over een half jaar is hij gewoon 10. En je merkt gewoon dat hij gewoon dingen uit zichzelf wil doen, zeg maar. En dat hij groter wordt en ouder wordt. Ik zei, nou ja, prima. Als die ouders het goed vinden. Ik heb even die ouders geappt, maar ze vonden het geen probleem. Dus hij vanochtend hier. Ja, mam, ik zit mijn eigen gamevideo te editen. Ik zeg, zit je eigen gamevideo te editen? Hij kijkt best wel vaak mee namelijk. Als ik de vlog edit. En dan wil hij weten wat ik allemaal doe. En hoe ik dan knip en plak. En waar ik de beeldjes vandaan haal. Hij helpt mij ook heel veel mee met muziek uitzoeken. Als ik bijvoorbeeld een stukje edit waar ik muziek onder zet. Zegt hij, mam, mag ik een muziekje uitzoeken? En dan gaat hij in die bibliotheek. Ik heb zo'n online of zo'n bibliotheek in mijn programmaatje staan. Mag ik de muziek dan uitzoeken? En dan gaat hij luisteren welke muziek er goed onder past. Dus het is heel grappig om te zien dat zijn interesses daar steeds meer gaan komen. En zo was hij dus vanochtend dus ook in het editen. En ik moet zeggen dat ik het ook heel leuk vind om te zien hoe hij samen met zijn vriend het gamen is. En dan ook zelf die stukjes knipt en plakt. En bijvoorbeeld hier heeft hij zelf een overgangetje gevonden. Heeft hij zelf een blokkerig overgangetje eronder gezet. Sommige stukjes heeft hij zelf muziek toegevoegd. Wat ook nog eens heel goed past. Ik zal jullie even een klein stukje laten zien. Zodat jullie een beetje snappen waar ik het over heb. Kijk, zo zien jullie even mijn beeldscherm. En hier zie je bijvoorbeeld. Hier zie je mijn muisje. En hier zie je dit soort stukjes heeft hij dus zelf geknipt. En hier, dat blokje daar. Dat is zeg maar een overgangetje. Dan heeft hij zelf een overgangetje toegevoegd. Maar even kijken hoe dat eruit ziet. Kijk, ik hem iets harder. Nee, jij niet. Kijk, het is een blokje ertussen gezet. Dat is toch grappig? En ook hier bijvoorbeeld. Hier was ook een heel leuk stukje. Dan heeft hij hier, heeft hij dan gewonnen. En hier dit groene, wat jullie hier zien, dat groene. Dat zijn dus muziekjes. En hij heeft zelf deze muziekjes uitgezocht. En met die pijltjes en die dingetjes zo hieronder gezet. En het staat ook nog heel leuk. Kijk, ik zal het even laten zien. Dan zet ik hem aan. Blijkbaar heeft hij dan gewonnen van een race. Oh, je moet huilen. Dat is echt niet huilen. Jij bent serieus 63. En ik ben 101. Oh, ik ben echt blij. En dan heeft hij zelf die muziekjes eronder gezet. Tosti. En dan gaat hij weer verder met gamen. En zo is hij dus ook bezig met zijn weekvlog. Deze week zei hij, oh mam, wil je beginnen met mijn weekvlog? Dus hij was maandag, had hij weer zijn weekvlog geopend. En iedere dag wil hij dat kleine stukje, wil hij dan ook zelf editen. Dus het is heel grappig om te zien dat eigenlijk je... Ja, ik weet niet hoe dat misschien dat ouders het herkennen. Voor degene die ook kinderen hebben die bijvoorbeeld... Dat je zelf een winkel hebt en dat je kind zegt, oh man, pap, mag ik meehelpen in de winkel? Of dat je een boerderij hebt en dat je kinderen zeggen, oh mag ik meehelpen strontscheppen bij de koeien? Ik zeg maar even wat. Dat krijg je nou ook een beetje met Luan. Hij komt ook van, oh man, mag ik zelf eventjes een videootje editen? Mag ik meekijken met hoe jij gaat editen en hoe zet je het dan precies online?
Dat is heel grappig dat op een gegeven moment je kind die interesses krijgt. En helemaal als dat gewoon uit zichzelf zo komt. Dat je denkt, oké, prima. Nou ja, kijk maar mee, weet je wel. Ja, dus dat was even over Luan. Dus als je die video wilt zien, kijk even op Luan Bellinga zijn eigen YouTube kanaal. Abonneer je even als je dat leuk vindt. Als je dat niet hebt gedaan om zijn video's online te zien. Nog even wat anders. Want wat mij ook was opgevallen. Ik las laatst in de reacties van, hey, hoe kan het dat Luxie stottert? Is er iets aan de hand met Luxie? Moet ze niet naar een dokter toe? Toen kwamen de anderen onder van, ja, nee, misschien moet ze naar een logopedie. Of een hele discussie over hoe het met Luxie haar spraak zou zijn. Natuurlijk, het zal wel goed bedoelde adviezen zijn. Maar soms worden dingen wel heel erg gemaakt dat ik denk, oké, maar het is gewoon mijn kind van 4 die net gaat praten. Maar misschien ben je er ook niet van bewust. Maar de reden waarom Luxie stottert, jongens, is gewoon heel normaal. Dat hoort bij haar ontwikkeling. Je ziet bij bijna alle kinderen van de leeftijd van Luxie, ongeveer net 4, kan tot 5 jaar duren. Soms bij 6 ook nog wel. Maar ik weet ook nog uit mijn eigen ervaring bij Luan en Lucilla was dat ook rond 4. En uiteindelijk is dat vanzelf overgegaan. Het is namelijk de ontwikkeling van kinderen. Dat ze op een gegeven moment, als ze een beetje goed kunnen praten, gaan ze stotteren. Ze willen namelijk heel veel zeggen, ze willen heel veel praten, ze willen heel veel doen. Maar dat gaat vaak sneller in hun hoofd dan dat het uit hun mond komt. En dan gaan ze stotteren. Bijvoorbeeld, oh Luxie, wat heb je vandaag allemaal gedaan op school? Ja, ik heb gespeeld vandaag op school. Oh, wat leuk. En wat doe je dan allemaal? Ja, ik heb buiten gespeeld en was heel warm buiten. Dit, wat ik nu dus laat zien, ik probeer even Luxie na te doen, zeg maar hoe het nu gaat. Dat hoort bij haar ontwikkeling en dat gaat vanzelf uiteindelijk over. Het was heel grappig, gisteren waren we namelijk bijvoorbeeld op balletles. En daar zaten de kindjes in een kringetje bij om de balletjuffrouw heen. En de juffrouw was een verhaaltje aan het vertellen en de kindjes mochten daar een antwoord op geven. De kinderen in haar balletles zijn ook rond de 3-4 jaar. En eigenlijk zag ik dus exact hetzelfde bij haar vriendinnetjes op haar balletles doen. Die moest ook een antwoord geven. Er was een vraagje op wie is de draak verliefd. Die was op een ezel verliefd. En dat meisje deed exact hetzelfde als Luxie. Ja, op een ezel, zei ze. Oh, exact hetzelfde zoals Luxie nu dus praat. Wellicht dat er meerdere ouders zijn die mijn ervaring hierin herkennen. Laat ook even weten als je het graag wilt delen onder de video. Misschien is het ook wel fijn onderling voor andere ouders die dit wellicht ook misschien wel voor de eerste keer meemaken. Als je voor de eerste keer je eerste kindje hebt. Ik weet namelijk nog bij Luan dat ik me ook zorgen ging maken. Dat ik denk, gaat mijn kind nou stotteren? Niet dat dat erg is of zo, want dan zou ik hem uiteraard ermee helpen. En toen heb ik dat aan het consultatiebureau toendertijd, 9 jaar geleden, gevraagd van hoe kan dat Luan gaat stotteren. En toen legde zij mij dit ook uit. Het hoort bij de leeftijd, het is een ontwikkeling van het spreken. Ze gaan steeds meer langer spreken, ze gaan hele verhalen vertellen in plaats van alleen maar zinnen. En dat gaat af en toe in het hoofdje nog wat sneller dan dat ze het kunnen. Maar dat is een ontwikkeling. Vaak als het te lang duurt, hè, als ze 6, 7 zijn, soms ook nog met 8, als dat nog steeds aan de gang is, ja, dan kun je inderdaad gaan kijken van, goh, misschien kan ik mijn kind gaan helpen met een logopedie, dat we spraak gaan oefenen en dat soort dingetjes. Maar 9 van de 10 keer gaat dit vanzelf over en gaan ze daarna gewoon steeds vloeiender weer praten. Het is juist een goed teken. Het is namelijk een teken dat ze aan het ontwikkelen is. Vanochtend had ik dus expres even wat vragen aan haar gesteld. Om te laten zien hoe ze nu dus praat. 9 van de 10 keer zien jullie ook niet hoe zij hele lange gesprekken praat. Omdat dat niet altijd in een vlog te zien is. Maar je ziet dus haar af en toe een beetje hakkelen. Ik denk, gooi het even in de groep. Kan misschien informatief zijn voor je. Maar in ieder geval dan weten jullie dat ook. Dat het bij de leeftijd hoort. Nou, ik ga even verder met dit videootje van Luan afmaken. Terwijl Daniel zo meteen lekker thuis komt van sporten. En denk dat we de tuin in vliegen. Want het wordt vandaag weer prachtig weer. Ondertussen ligt Lucius weer lekker te slapen. Die was net even wakker met Daniel. En Daniel zo, ik ga lekker naar de tuin. Maar het is inmiddels alweer tijd om te lunchen, jongens. De tijd vliegt. Vooral in de ochtend. Vooral als alle die andere kinderen er niet zijn. Oh, ik moet zachtjes praten. Want hij ligt in de kinderwagen. Hij ligt hier zo lekker in te slapen. Kijk. Heerlijk lekker in de frisse buitenlucht. Maar jongens, wat is dat toch met het weer? Het is de hele week lekker. Zo heerlijk. Kijk dan, de tuin. Kijk, Daniel heeft lekkere paninis gemaakt. Altijd zo lekker. Heerlijk. Met de lekkere chouderans. Och, dit is toch genieten. Nou, proost. Voorjaar is gekomen. Op het voorjaar, ja. Kijk dan, heerlijk. Het is lekker. Ja, het is lekker. Of was het sporten? Ja, dat is goed. Ja, wat heb je allemaal gedaan?
deze, ja. Deze, deze, deze. Hoe je? Ja, alle. Nou, dat was het druk of niet? Nee, nee, vrij alleen. Drie oma's. Ja, oudere dames, zeg je dan. Drie opa's en oma's. Drie oma's. Misschien zijn het wel geen oma's. Maar goed, wij zitten hier heerlijk in het zonnetje, jongens. Even heerlijk onze lunch te... gewoon met z'n tweeën. Gezellig. Dat is ook lang geleden. Terug naar het oude. Met z'n tweeën. Oké, jongens. Heel smakelijk. Nou, we gaan even lekker een rondje wandelen. Door ons eigen tuin. Luus is lekker op zijn little tuinfietsje. Kijk, daar patst hij in. Hij is net wakker. Hij lag lekker te slapen in zijn berenpakje. Dus we laten hem even lekker in liggen. Omdat het frisse windje buiten nog een klein beetje frisjes is. En het pakje is zo lekker warm. Dus halen we hem daar niet uit. Gaan we even rondwandelen, liefie. Ja. Even die kant op. Het is wel een lekker windje zo, hè. Zo schattig hoe die zit. Hé. Hey. Dat is wel leuk zo, hè. Even rondwandelen. Ja, rondkijken. De bomen en de vogeltjes. Wat de vogeltjes verfluiten. Zo. Nou, wandelen we hier even lekker langs. Kijk. Hoep. We hebben een rondje gewandeld. Dat is lekker, hè. Ach, schatje. Mm. Dan gaan we weer, hè. Hoepedee. Ja. En daar zijn we weer. We hebben een rondje gewandeld. Dat is leuk, hè? We moeten wel nodig stokjes blazen, dus kijk eens. Als je met de auto weer hebt, hoor. Oh, stokjes. Die waren ook van de storm. Ah, ja. Dat zit wel lekker, hè? Even lekker rondkijken. Dat is ook die oude lille kruisje, die allereerste. Ja, die is van Lucilla geweest. Ja. Heeft Lucilla erin gezeten. Hmm? Die gaat nog steeds mee, hè, jongen? Ja, steeds. Ja, ik schat. Beetje verkeerd. Maar leuk dat je dit vindt. Ja, dat maakt niet uit. Ik vind het wel leuk. Lekker. Ze geven iets heel anders dan een kinderwagen, zo'n little tie fietsje. Ja. Het handige is dat hij hoeft niet te sturen. Dus wij kunnen gewoon zelf sturen met die stok. Ja. En dan kan je gewoon makkelijk even sturen. Dus kan er nu al in. Hm? Perfect. Oh. Even een lekker wandelingetje. Piep, piep. Is het wel leuk? Oh, yes, mama. Die oogjes, hè? Die oogjes. Die oogjes, jongens. Ik ga het nog een keer doen. We gaan met deze boom. Piep, piep. Waar is het geluidje? Ja, nou trapt hij er niet meer in. Hé, dat komt hier niet meer in. Je zag mij staan, hè? Zag je wel staan? Een hele slimme jongen. Trapt hij niet nog een keer in? Hé? De webfas. Ja, dat was het scenario's. Mooi, hè? Heerlijk. Ja. Zo, nou, even lekker een klein wandelingetje gemaakt buiten. Luus is op dat little tijkfietje, vindt hij echt geweldig, jongens. Dan kijkt hij zijn oogjes uit. Weer een hele nieuwe belevenis. Nadat hij natuurlijk uit de kinderwagen komt. Nu eerst even Luan en Lucilla en Luxie ophalen, want die zijn zo weer vrij van school. En dan gaan we lekker met z'n allen tennissen. Daniel zei, als zal ik een tennisbaan erop zetten? Kunnen we even met z'n allen een balletje slaan op de baan? Want het is wel echt weer heerlijk weer vandaag. Oké, Luxie en Lucilla zijn ook weer uit school. En Lucie is iets lekker meegegaan. En we mochten ook even lekker vrij spelen. En op het einde deden we standbeeldje. Weet je wat dat is? Nee. Dan mogen alle kinderen... stilstaan op een pose. Ja. Dan één kind moet dan op de gang staan. Ja. En die mag dan weer naar binnen. Ja. En die gaat dan rondlopen door de klas. Ja. En dan mag je elke keer van pose verwisselen als diegene dan net niet kijkt. Ja. En dan moet diegene goed kijken of diegene dan beweegt. Oh, leuk spel. En dan is diegene af. Leuk. En kon je een beetje goed stilstaan? Ja hoor. Ja, maar knipperen, dat telt niet. Met je ogen? Ja, knipperen met je ogen, dat telt niet. Nee, dat is een beetje lastig, hè? Ja. Zo, was het ook leuk bij jou? Ja. Jij had je skiers mee, hè? Ja, leuk buiten. Ja. En vrij spelen, toen ging ik tekenen. Oké. Rekenen. En nog meer. Rekenen.
Dus het was leuk op school, hè? Ja. Luc, had jij het ook leuk op school? Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Of weet je het niet meer? Op de iPad. Op de iPad? Je had ook een nieuw vriendinnetje gemaakt, stelde je juffrouw met. Nee, oh, echt? En weet je ook hoe je vriendinnetje heet? Zoe, toch? Zoe, dat is een mooie naam. En jullie thema is een dierentuin. Ja. Aha, nu snap ik het. Want jullie zijn de rupsenklas, hè? Ja, nou dat is natuurlijk wel leuk. Liesje is op de achtergrond. En mooi. Ja. Dat klopt helemaal, dat is helemaal correct. Ja. Want een rups is eerst altijd een rups. Dan komt hij in een komkom te zitten. Dan blijft hij daar denk ik een weekje erin. In een pot, in zijn komkom. En dan wordt het ten uiteindelijk een mooie vlinder. Ja. Met allemaal mooie patroontjes. Ja, toch? Nee. Heb je geleerd van die juffrouw, hè? Zo. Nou, Luxie leert wel dingen op school, hè? En toen waren we weer lekker thuis. Gaan we lekker buiten spelen, jongens? Eens kijken. Heerlijke zonnetje. Mama. Ja. Is die zwaar? Ja. Oh. Nou, we hebben hier onze tennisrackets gepakt. En ja, joh, je hoort de muziek alweer. Luan heeft zijn box alweer aangezet. Het is zo stil. Dat vindt hij zo gezellig. Daar hoort er ook wel lekker bij. Kijk, daar zitten ze op de tennisbaan. Kom maar, Pip. Ga Pip de balletjes pakken? Kijk, hier zitten ze allemaal. Super gezellig. Luusje zit erbij. Kijk, we hebben Luusjes hier. Gezellig, hè? In de kinderwagen. En we hebben lekkere dingetjes. We hebben leukere snackjes en snoepjes en aardbeidjes. En wat drinken. Ga jij ons hier aanmoedigen? Dat is gezellig, hè, jongens? Ja! Even genieten. Ja! Papa, nou laten we school maar eventjes sportief naar de tennisclub gaan. Om even een balletje te slaan, toch? Onze Bellinga tennisclub. Ik heb de ballenmachine weer aan het stijl gehouden. Dat was helemaal opgevallen met de zon. Oh ja, dat is omgewaaid, hè? De ballen zijn nog wat klam. Ja. Maar die worden wel droog, want de tennisbaan die was ook heel nat. Alles was nat. En die wordt ook alweer mooi droog door de zon, hè? Kijk, dit is een ballenkanon. Ja. Die hadden we, zoals jullie weten, vorig jaar ook nog. En oh ja, de ballen zijn een klein beetje klam. Een beetje klam nog. Ja, oh ja. Ja, dat is het enige schade. Dus die, doordat hij is gevallen met die storm, hè, was dat. Maar hij doet het nog wel, hè? Hij doet het nog wel. Ja! Goed, Cecil. Indraaien. Goed zo. Ben je er zin? Ja. En achter en mijn broek aan mij afzakken. Doe je broek afzakken? Ja. Moet ik hem even wat strakker doen? Schatje. Ik zie het, ja. Oh, doe dit maar uit, dat is zo warm. Okay. Ja, kijk uit! Ja, maar vertel. Nou, onze vriendin gaat lekker gimmen. Jullie lekker gimmen, ja. En net... En hier in de waterpont heb je krokodillen. Krokodillen? En toen moet je hen over de bank. En dan moet je zo heel ver op de bank springen. Je moet rennen over de bank en over de bank springen. Ja. Dat er geen krokodil hierbij. Nee. Oh.
Dat is een leuk spelletje. Dat was bij gymles. Ja. In de gymzaal heb je echt les, hè? Ja. Leuk, liefie. En lukt het ook met de kleedjes aandoen? De gymkleren aandoen? Ja, mama. Ja? Die broek is lekker spakken. Jij mag het lekker spakken. Zo, nu je broek. Als het goed is, zit hij nou wel strakker. Ja. Hè? Dat is lekker, Luxie. Nou, Leon, pak ik nog een lekker soepie. En we hebben alle ballen verzameld. We zijn weer terug in het ballenkanon. En dan kunnen we weer een rondje draaien. Nou gaat Luan, hè, jongen? Oh, Sil, rennen! Ja. Oeh, daar waren we vast bijna. Goed zo. Goed zo. Kijk waar die heen gaat, hè? Eén keer letten stuiteren. Goed zo. Het is een lekker zonnetje, hè? Nee, dat is lekker buiten. Heerlijk, jongens. Dat zonnetje lekker. Even nog een potje tennissen. Zo, jongen. Jij hebt er weer veel opgeraapt. Oh, daar gaat er één. Dat is een tennisballentaart. En dan, hoppa, in de ballenmachine. Goed zo, jongen. Heerlijk. 1, 2 en... Ja! Ja! En een lekker arbeidje erbij. Dat is lekker. Hè? Lekker. Ach, en daar ligt Woezel. Lekker op de uitkijk. Nou, en de volgende ronde. Kant hier, Sil. Goed zo. Ja. Lekker zo in het zonnetje, meisje. Nou, met mama even een balletje overslaan. Kijk je wel eens in de luxe? Zo tennisje. Zonder machine, maar dat is goed.
Oh, we zijn nog scherp. Ja. Wat? Mooi. Oeh, en de bal. Voorbij, nog op 2-2. Lekker, Corrie, sta hier. Jongen, slap. Jongens, het was nog een heerlijk potje tennissen hier, lekker in de namiddag. Wij gaan zo weer lekker naar binnen toe eten koken. En is het alweer het einde van deze vlog, jongens. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de... Dankjewel. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. En we zien je morgen weer in de nieuwe... Vlog. Tot morgen. Doeg. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf niet staan.